De voorbereidingen naar de online verkiezingen van de Jeugdraad Suriname verlopen boven verwachting. Dit valt te danken aan het evaluatietraject voorafgaand aan onderzoek naar effectieve oplossingen voor welslagen van de jeugdraad. Mitesh Bagu, onderdirecteur van het Nationaal Jeugdinstituut, NJI, zegt dat dit traject geschiet in samenwerking met de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC en Binnenlandse Zaken. Tot nu toe zijn landelijk 62 kandidaten geregistreerd. Bagu benadrukt de niet te onderschatten participatie van jongeren. Voortraject was heel erg belangrijk, omdat wij dan zijn begonnen met een stukje evaluatie in 2021. Er is dan evaluatie en evaluatierapport geweest. Evaluatierapport heeft ervoor gezorgd dat wij aanbevelingen en conclusies hebben gehad die we hebben gepresenteerd aan de jongeren. De jongeren hebben hun ondersteuning eraan gegeven dat wij mogen gaan naar digitale stemming, naamsverandering en op basis daarvan hebben wij dan toen een voorbereidingsteam samengesteld. En toen zijn we gaan praten met de consultant in deze datasuur om dat stukje van de digitale platform in orde te maken. Wij zijn vanuit AWJ zelf gaan werken aan dat stukje van staatsbesluit en samen met onze juridische team. Dus we hebben een keiharde voorbereiding gehad. Daarna hebben we als commissie dan ook samen gewerkt met andere stakeholders die belangrijk zijn in dit geheel proces. Waardoor we een behoorlijke goede voorbereiding hebben. En ik denk dat we zeker kunnen zeggen dankzij die voorbereidingen dat we ook nu dan de successen boeken die we dan hadden gepland. Bagu zegt dat de jeugdraad moet leiden tot een betere jeugdparticipatie. Daarom zal er bij dit nieuwe instituut worden gewerkt aan voldoende bewustwording over het belang van de jeugd op verschillende fronten. En dit moeten we zien als een nieuwe startpunt voor een beter Suriname voor de komende periode. En dit is eigenlijk zeker iets waarvan we zeggen een goede start. En we denken dat de komende 3 jaar het zo actief gaat zijn dat de volgende termijn gewoon makkelijker zal gaan. Meer mensen zullen daarover weten en jongeren zullen zich al van tevoren bewust erop kunnen werken dat ze een kandidaat kunnen stellen in hun district. Dus de uitdaging was om het te promoten, om het te launchen en het bekendheid te geven in die samenleving. Maar we hebben gezien dat we best goed erin zijn geslaagd. Mensen hebben het gezien, mensen hebben het geaccepteerd. Er zijn ook sowieso kritiek, mensen die kritiek hebben. Ik denk dat positieve kritiek altijd ondersteunend is. Daaruit kan je wat stukje verbetering meenemen. Dus dat zien we altijd als een goede feedback. Maar belangrijk is dat we weten dat wij als Surinamers achter de jongeren moeten staan. Zodat we goede jongeren kunnen vormen om ons land en onze natie naar betere hoogte te brengen. De kandidaten worden op donderdag 11 mei online bekendgemaakt en de verkiezingen vinden plaats op 1 juni 2023. Hierna zullen de gekozen kandidaten zich presenteren aan de samenleving. Bij de online verkiezingen op 1 juni kunnen jongeren vanaf 12 jaar hun stem uitbrengen op de kandidaten. Vervolgens worden uitslagen dezelfde dag bekendgemaakt.